geweldig. Ja, eigenlijk in de flits, want we, ja, we hadden het niet echt in de gaten dat ze... Dat ze het we zagen wel dat kent Beatrix toch wel. We zagen opeens een AA-auto en nou ja, toen keken we in en ze zwaaiden vrolijk terug. Dus dat was heel leuk. Ja, echt een verrassing. Super. Ja, dus echt heel erg leuk om hier te zijn ook vandaag. Ja. Wie heeft u langs zien komen? Ik dacht de koning van België, maar dat bleek dus de burgemeester van Amsterdam te zijn. En die draaide zijn raampje open en die zei, ik dacht het niet. Hij hoorde u. Hij hoorde mij. Beetje gênant, of niet? Ja, heel gênant. Ja. Maar dat maakt niet uit, wat is dat een schermpje voor? Luchtig moment. Het luchtig moment, zeker weten. Spannend? Het was spannend in het begin, maar nu lijkt er niet veel meer langs te komen, want volgens mij is het een beetje achter de rug. Dus, toch wel een beetje een B-plek, toch? Of niet? Dat weet ik niet. Dat, je ziet af en toe, zag je een glim van een auto en ja, je zag wat politici langskomen. En ik heb net Beatrix gemist, helaas. En Willem-Alexander en Maxima, die hebben jullie wel gezien. Ja, ja. Nou, allerlaatste officiële diner gemist. Ja, nou, zoals ik zei, ik had graag aan willen schuiven binnen, maar helaas, ik ben niet uitgenodigd. Nee, dus daar doe ik het hier niet mee. Maar we hebben de koningin niet gezien. Maar nee. Die is er nog niet hoor. Te laat. Dit net. Ja, ze is er echt wel. Oh, kijk, ja, dan heb je... Ja, gemist. Ja, gemist. Ja, maar goed, we kijken morgen alles op televisie. He? Alles opgenomen. Een beetje voor niks? Of, Nee, man, die sfeer, ik vind het hartstikke leuk. Nee, heel blij. Wie hoopt u straks dan nog te zien? Oh, dat maakt me niet uit. Ik vind het gewoon leuk om hier te zijn. Nee, ja, morgen natuurlijk nog even zwaaien op de Dam, hè? Ja. Ja. Zeker niet te vragen of je koningsgezind bent. Dat mag je vragen, maar het antwoord is ja.